Eerst even terug naar het vorige seizoen. Toen speelde Go Ahead Eagles nog eerste divisie. Daar had Kees van Wonderen een gebouwd aan een elftal wat met name leunde op de enorm sterke verdediging. Veldmaten, de doorgebroken Beukema en Gotter op het doel. Dat drietal zorgde ervoor, natuurlijk ook met de rest van het team, laten we dat niet onderschatten. Maar het zorgde ervoor dat Go Ahead Eagles nauwelijks te passeren was, de defensie. Naarmate het seizoen vorderde, werd dat steeds beter ingespeeld geheel. Sinds de winterstop waren de resultaten stabiel. Maar ondanks alles, toen corona eenmaal toesloeg in Nederland, wist Go Ahead Eagles uiteindelijk de Graafschap niet te achterhalen. En helemaal op kop, eenzaam bijna, was Cambuur Leeuwarden. Dat zij kampioen zouden worden, dat was toch wel duidelijk. En Go Ahead Eagles joeg steeds verder op. NAC moest al afvallen. Begin april won Go Ahead Eagles met 1-0 in Breda. En enkele dagen daarna, een dag of zes daarna, speelde Go Ahead Eagles in Doetinchem tegen de Graafschap. En daar verloor het op kracht met 1-0 van de Doetinchemmers, die een dermate grote voorsprong hadden tot het achterhalen van de Graafschap voor een tweede plek, wat recht geeft direct op promotie, eigenlijk onhaalbaar was. Maar onverdroten ging Go Ahead Eagles door. Het won met 3-0 in Almere, won met 1-0 bij Jong Utrecht, won thuis met 5-1 van Helmond Sport, thuis met 2-1 van NEC in het ene laatste duel van de competitie. En toch werd het spannend, want de Graafschap was ondertussen punten aan het verliezen. En op de laatste, allerlaatste speeldag zat er een verschil in de ranglijst waarmee de Graafschap moest winnen als Go Ahead Eagles won in Rotterdam. 1 punt voorsprong had de Graafschap op 12 mei 2021. En Go Ahead Eagles ging naar Rotterdam, naar Kralingen, en speelde daar tegen Excelsior. De eindfase van de competitie. Dit is de laatste wedstrijd van de officiële competitie. Hierna volgende play-offs, maar niet voor Excelsior. Die hebben zich daar niet voor gekwalificeerd. Wel voor Go Ahead Eagles, mits in de as van het veld iets vindende verdeelt het spel naar Rabia. 16 meter vanaf de achterlijn aan de rechterkant. Kapt zijn tegenstander uit door naar binnen te gaan. Meegeven op Itzis, maar er was doorzien. Rotterdam, maar komt de schot van afstand op paal. Hendricks buitenspel. Jongen, wat een uithaal van Lucas. Dat kleine manneke heeft vuur in de poten. En haalde uit van Botos richting het 16 meter gebied. Op 20 meter van de goal. Steek hem eens een keertje leuk tussendoor, zou ik haast zeggen. Maar hij speelt hem naar buiten. Eerste link daarna Itzis. Met de voorzet richting de tweede paal. Kan daar ingekopt worden. Ja, lekker! Gaat het hier dan toch gebeuren vanavond? Je weet het niet. Je weet het niet. Maar het is in ieder geval 1-0 voor Go Ahead. Jij maakt misschien wel het belangrijkste doelpunt uit je carrière misschien. Zover. Ja, we gaan het zien hoe belangrijk hij is. Hij is sowieso belangrijk voor de derde plek, denk ik. En, precies. Ja, daarom. En het is sowieso gewoon top om te scoren. Neem me even mee naar die actie vanaf rechts. Ja, eerlijk gezegd kan ik er niet zo heel veel van herinneren. Ja. Oké, okay, die bal wordt voor de goal geslingerd. Ja, ja. Hij draait van de keeper af. Ja, en zie jij dat? Wat? Ja, hij kwam redelijk hoog, zeg maar. Een soort chipbal. Ja, en als je erin vliegt, dan weet je dat het voor de back moeilijk is voor hun. Ik dacht, ja, waarom niet? En uiteindelijk vliegt hij erin. Het klinkt alsof het een beetje op goed geluk was. Ja, tuurlijk. Kijk, je traint veel op bepaalde dingen, zeg maar. Maar zo'n situatie, ja, dan weet je ook niet hoe dat gaat gebeuren. Natuurlijk. Ik zei briljant. Moet ik mijn woorden dan terugnemen? Nee, toch? Nee. De Graafschap gaat nog een keer naar voren schieten. En dan komt de Graafschap alleen voor de keeper. En die pakt hem in twee instanties, zou je zeggen. Maar het mag allemaal door. Het mag allemaal nog steeds door. Terwijl de 96 minuten nu voorbij zijn. En er nog een keer een bal 16 meter gebied in komt. Die wordt ook uitgeslagen. En dan is het afgelopen. Het is afgelopen! Het promoveert naar de Eredivisie. Jazeker! Kees, kun je het bevatten? Ja, ongelooflijk. Je bent gepromoveerd, Kees. Gefeliciteerd allereerst. Ja. Dit is ongelooflijk. Ja. Heb je een gevoel? Heb je een besef? Nee. 3 kwartier spanning en nou ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ga lekker van genieten met je team. Lekker.
In het voorseizoen op Klein Milanello, zoals liefkozend het sportpark van Terwolde wordt genoemd, waar het Go Eagles al jaren een trouw bezoeker is in voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Daar mocht geen toeschouwer plaatsnemen, wou ik zeggen, maar goed, langs de lijn staan om te kijken naar de wedstrijden die Go Eagles had georganiseerd richting de start van de competitie. Alle focus op 13 augustus, als Go Eagles in eigen huis Heerenveen zou gaan ontmoeten. Het was moeizaam, de wedstrijd tegen RKC eindigde in 1-1. Het was moeizaam, de wedstrijd tegen Vitesse. Vitesse 2 eigenlijk, we eindigden in 1-1. En het was moeizaam tegen Emmen, de nieuwe club van Jeroen Veldmaten, waar Go Eagles zelfs met 1-2 van verloor. En uiteindelijk de openingsdag van het nieuwe seizoen, vrijdagavond 13 augustus 2021, speelde Go Eagles tegen Heerenveen. En dat verloor het. De eerste helft was het onwennig en de tweede helft dreigde het wel meermaals langs zij te komen, maar tot een verdiend punt leidde het uiteindelijk niet. En Go Eagles leidde zijn eerste nederlaag. Op 22 augustus speelde het in de Kuip in Rotterdam verdienstelijk tegen Feyenoord. Uiteindelijk verloor het met 2-0. Dus alles kwam aan op de tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Op 28 augustus 2021 als Sparta Rotterdam misschien wel concurrent in de strijd om degradatie tegen te gaan. Sparta Rotterdam dus op bezoek in de Adelaarshorst. Maar we gaan naar de feiten toe. Bakker achter de bal. 11 meter tussen hem en de Nigeriaan Okoye. Iedereen buiten de cirkel van de 16. Maar Justin Bakker mag de strafschop gaan nemen. Hoe cool is Bakker? Is dit de eerste Eredivisie treffer dit seizoen? Bakker! Ja, dat behoeft geen commentaar. Hij zit erin. Hoog en droog. Ziet de keeper naar rechts vallen. Boothals, komt die bal naar terug. Dat moet dan via Lucassen komen. Lucassen met een voorzet. En dan komt de Boothals. Waardoor Go Eagles met 2-0 gaat winnen van Sparta. En daar extra lang van kan genieten. Omdat volgend weekend er geen competitie is. En u hoort de ovatie in de Adelaarshorst. Men is hier dik en dik tevreden. Go Eagles dat met 2-0 wint van Sparta door doelpunten van Bakker en Boothals. 2-0 winst tegen Sparta, dat was lekker, waardoor 3 punten na 3 wedstrijden bijgeschreven konden worden. En in Leeuwarden vervolgens tegen de kampioen van de eerste divisie van het seizoen daarvoor. Daar ging het Go Eagles niet zo goed af. Vlak voor rust wist het nog verrassend 2-1 te maken. En na de thee met een tijdsbestek van 10 minuten kreeg het 3 goals om de oren. Waardoor het met 5-1 achter stond. De eer werd nog een beetje gered. Maar met een 5-2 nederlaag startte het op 19 september. De IJsselderby tegen de rivaal PEC Zwolle. In een stamvolle Adelaarshorst. Inworp dus voor Van Polen, verlengd door Castanier in het achterveld. Daar Kuipen ze maar enkel pik terug richting Warner Haan. De wedstrijd zit in het laatste kwartier als Haan de bal door de as van het veld op zoek gaat naar Lidberg. Die verliest het kopje wel van Kersen op het middenveld opgevangen, waar Kuipen ze meegeeft aan Orad Mangoen aan de linkerkant. De achtervolging 2 man, 1 voorbij, 2 voorbij. Ruimte tot de voorzet als hij de achterlijn bereikt. Wachten, kijken, wachten, komt die voorzet, maar is te hoog voor Boothals. Kan Cardoba hem nog bijhouden? Ja, dat kan hij naast het vastgebied. Nee, geef aan Deel, die legt een breed. Ja! Vijf gespeeld, 6 punten en dan PSV, een van de kampioenskandidaten, op bezoek krijgen. We schrijven midweeks, 22 september 2021 en Go Eagles speelde een berenpartij. Komt hij bij de voorzet bij de tweede paal? Oh, een enorme kans voor Go Eagles om op voorsprong te komen na 6 minuten. Hij is niet besteed.
aan Cordoba die een voorzet. PSV staat op 1-0. Fantastische aanval door de as van het veld. Echt vloeiend. Ramaljo zet hem op van achteruit. Doan combineerde met Zahavi die hem vloeiend meegaf buitenkantje voet. En zette Gakpo alleen voor de doelman. En die Gakpo joeg hem ontiegelijk hard in de dak van het doel waardoor het 1-0 staat. En de bal er tussendoor. Rommens legt hem weg aan de linkerkant van het speelveld. Het is geen buitenspel volgens de grensrechter. Dus Cardona het 16 meter gebied in. Deze werd een vrije doelpunt. Het is gelijk geworden in minuut 55 van de wedstrijd. Cardona weg aan de linkerkant van het speelveld. Cordoba is het, dat moet ik zeggen. En die schiet hem snoei en snoei hard achter Joël Drommel in de korte hoek. 1-1 hier in de Adelaarshorst. 10 minuten na de pauze. Afdraaiende hoekschop met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Komt op de 5 meter. Van Ginkel! Geheel vrijstaan op 6 meter van het doel van Haan. En dan speel je zo'n ontzettend goede tweede helft. En dan ga je de boot in omdat je bij een corner Marco van Ginkel kwijt bent. Dood en dood en dood zonder dit. Ontluisterende 5-0 nederlaag na de pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen PSV. De 5-0 nederlaag in Alkmaar tegen AZ op 26 september. Waardoor de wedstrijd op 2 oktober plotseling belangrijk werd. RKC Waalwijk was de gastheer voor de ploeg van Wonderen. En RKC is natuurlijk mede degradatiekandidaat. Go Ahead Eagles was eigenlijk alleen gebaat bij een 3-punter. Minuten. Hij zit erin, hij wordt goed gekeurd, hij springt samen met de doelman, maar hij is er eerder bij. En Lindberg maakt zijn eerste treffer in dienst van Go Ahead Eagles, omdat hij eerder bij de bal is dan de wijfelende doelman Vaassen. En zo knikt hij hem binnen. In Engeland worden ze allemaal goed gekeurd, in Nederland lopen ze nu te mopperen bij de scheidsrechter. Die zegt, ja wacht even, ik luister nog eventjes, maar ik denk dat de scheidsrechter goed had. Vaassen, de sluitpost van RKC, wijfelde en Lindberg was er gewoon simpelweg eerder bij. In de slotminuten weet Go Ahead Eagles 1-2 te maken. De wedstrijd ligt dan nog even stil, omdat er gekeken gaat worden. Sterker nog, de scheidsrechter moet naar de zijkant, omdat de VAR gezegd heeft, je moet even komen kijken. Ik kon er eigenlijk al op wachten. Doelpunt gaat dus niet door de overtreding voor, dat is tegenwoordig met de voetbal. Is dat zo? We hebben nu de laatste tijd behoorlijk tegen de VAR. En 1-1 werd het door een benutte strafschop van Putna. En daar omheen gebeurde dan een heleboel. Maar dat maakte voor de einduitslag niet meer uit. Want met 1-1 nemen wij afscheid van Waalwijk. 1 puntje dus mee naar Deventer. Dan het thuisduel tegen Heracles Almelo. We schrijven 16 oktober. En Go Ahead Eagles in een toch bomvolle Adelaarshorst tegen de ploeg uit Almelo, Heracles. Rommens met de corner in de middenpaal. Ja! Gelekt door Cardona waarschijnlijk, maar wat moeite, hij zit erin. Eagles heeft al een aantal leuke dingen laten zien, maar nu helemaal niet. Want het is 1-1 geworden. Warna Haan aan de rechterkant van het strafschopgebied wil een bal wegschoppen. Die raakt hij helemaal verkeerd. En dan is er een Herakliet die zomaar vanaf 40 meter die bal in dat lege doel kan schieten. En zo is de stand weer gelijk. Nu voorzet. Ah, yeah! Net voor de T is het na 58 minuten spelen 10 meter van het doel van Blaswieg. En vervolgens schuift hij hem kansloos onder de doelman door. Waardoor Go Ahead dus opeens een 3-1 voorsprong te pakken heeft. Die minuut. Daar nu de corner is. Oh, daar zit je. Aan mis en dan is het 3-2. Waarna in zijn eigen doelgebied. Dat is volledig mis. Hij heeft de bal. Laat hem los. En bij Heracles is daar als een dubbeltje uit het doosje Marco Rent erbij. En die drukt hem binnen bij de tweede paal. Wat een kolossaal. Na hel. En gaat Go Ahead dan nog een kans krijgen voor 4-2. Hel legt hem klaar. En dan gaat Delzo. Voor Go Ahead Eagles in de 90e minuut van de
prachtige derby tegen Heracles. Zoals met rode kaarten uiteindelijk toch nog de 4-2 weten te maken met 9 man tegen 11 Heraklieden. Het uitduel op 24 oktober dan in Arnhem in de Gelredoom tegen Vitesse. En dat kwam al razendsnel op achterstand. Een hensgeval en dan moet het scheidsrechter nu gaan beslissen of dat bewust genoeg is voor een penalty. En u hoort het gejuich in Arnhem. Het is bewust genoeg voor een penalty. Het wordt een strafschop voor Vitesse. Er wordt een duel. En Openda met de aanloop in de hoek rusten. En het is 1-0. Barnahan koos de linkerhoek. Openda had dat daar blijkbaar al heel snel in de gaten. En tergend langzaam hobbelt de bal over de doellijn in de andere hoek. Waardoor Vitesse... Cordona! Oh, Cordona mist een Cordoba in de rebound ook. De grootste kans voor Goethe was dat. Oh jee. Maar Cordona had het vizier niet zo scherp. Hero is van slordig. Daar is Cordoba slimmer. Dan krijgt hij de bal terug van Brouwers. Cordoba maakt hem! Cordoba punt het die bal onder Schubendoor. Als je hem terugkrijgt van Brouwers. Het leek bijna te kort. Maar de fout was van Biro. En daar zat Cordoba heel kort bij. Tikte hem naar Brouwers. Kreeg hem weer terug. De Basque. En puntert hem al onder Schubendoor. Waardoor het 1-1 staat. Zo snel in de tweede helft. De 3-5. Gaat die strafschop genomen worden. Iedereen moet achteruit. Brouwers legt aan. Gaat Schubendoor hier op voorsprong komen. Oeh, spannend. Dus Brouwers had de bal. En wat geweldig! Bal in de hoek, keeper ging de goede hoek in, maar de bal was perfect in zijn netje geschoten. 2-1, Luc Brouwers neemt de verantwoording en schoot! Het is afgelopen, Goethe Eagles pakt hier de volle buit in Arnhem en helemaal onverdiend is het niet. Tussendoor werd gewonnen van Almere City FC voor de eerste ronde van de beker. Met 2-0 was de winst. Waarna 31 oktober Fortuna Sittard aantrad in wederom een stampvolle en kolkende Adelaarshorst voor een legendarische wedstrijd. Naar de rechterbuitenkant krijgt vervolgens die bal weer terug. Schot, Zeuntjes, doelpunt, Zeuntjes. Hoe is dat dan mogelijk? Nobel neemt ook zijn stelling in, wordt die breed gelegd op de 16e met een schuivertje 2-0. Een schuivertje van Rienstra is zo... Voorzet dan misschien vanaf de achterlijn. Nee, doordribbelen toch. Een voorzet richting de tweede paal. Brouwers. Blijft hangen. Oh, daar is het! Nee, nee! Oh! Het past helemaal in deze wedstrijd. Want het is soms niveautje 0. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar de keeper van Fortuna komt het doel uit. Teki zet de score op 1-3. Schiet hem werkelijk waar van 40 meter strak boven in het kruis. Zijn er eindelijk weer wat beweging in het stadsgebied. Snelle inbouw, bal op Kuipers. Durft niet voor te zetten met rechts. Laat dan die bal over het Mangroen. Komt die voorzet. Komt Dola! Ja! Corner van Rommens, ingeslingerd door 16. Ja! Cordoba wordt gesommeerd de strafschopgebied in te gaan. Hij staat altijd goed. Wordt gevolgd door een van de invallers. Leek staat bij hem. Komt Rommers met die bal in het midden. Afdraait. Bal! '21-22 loopt dus plots voorspoedig. Go Ahead Eagles komt richting het linkerrijtje als het tegen Ajax Amsterdam aantreedt in de Johan Cruijff Arena op 7 december. Nooit, maar nog nooit wist Go Ahead Eagles sinds de start van het betaalde voetbal überhaupt een punt te halen bij de Amsterdammers. En op 7 november knokte het collectief van Kees van Wonderen. Daar niet! Met de grootste kans
van de wedstrijd als hij vanuit zijn draai schiet. Maar uitstekend in een reflex wangen naar Haan vindt. Maar Go Ahead moet terugplooien, klein maken, het Ajax moeilijk maken. Zoals het dat al 65 minuten lang. Martinez schot, Martinez aangetikt door Warner Haan uit 0-0 in de arena. Waar nu de voorzet komt voor Klaassen op de paal gekopt. Snapt Go Ahead aan het tegentreffen. Corner van Tadic vanaf rechts genomen. Achterin. Kopbal van de lijn gehaald. Opnieuw in. Van Van der Haan. Dat was Daniel jongens. Cordona in schapsgebied. Cordona. Het is afgelopen. Ja. Eagles speelt met 0-0 gelijk. Tegen de in Europa zo gevierde Ajax Amsterdam. Die kwam niet door de goed georganiseerde defensie heen van Go Ahead Eagles. En Go Ahead Eagles wint hier met 0-0 in de Johan Cruijff Arena. Wat een wereldse prestatie van de ploeg van Wonderen. En corona sloeg weer toe in Nederland, waardoor Go Ahead Eagles in een lege Adelaarshorst moet aantreden tegen FC Groningen op 21 november. En dat was te merken, want die 12e man werd met noden gemist. 1-0 werd er verloren. En Go Ahead Eagles kon ook niet terugknokken van die 1-0 achterstand die al vroeg in de wedstrijd werd opgelopen. Op naar Tilburg, waar Go Ahead Eagles ook bijna niet wint gezien de voetbalhistorie. 27 november probeerden de manschappen van Van Wonderen toch misschien wel hetzelfde kunstje te flikken als in de Amsterdam Arena. De rand van de 16 gaan nu lopen. Het is een schijnbeweging. De bal is uitgesmeerd. Goeie bal! Maar die is de paal. Oh, die wordt van de lijn gehaald. Orad Magoen zoekt Brouwers, die diep gelopen is. Legt hem klaar voor Berde. Berde 1 tegen 1. Bal afleggen op Lucas. De schiet is gewoon op de doel. Ja! Raak! Papa! Raak! Boyd Lucassen krijgt de bal mee van Lidberg aan de, of in het 16 meter gebied. En hij staat dan opeens helemaal vrij in dat 16 meter gebied. En Boyd Lucassen schiet tegen het raads raak. Een verrassing hier toch wel in Tilburg. Een gehavend Go Ahead Eagles staat 2 minuten na de rust zomaar voor tegen Willem II. Deel nog in balbezitting spelen op Berne. Kan die omdraaien schieten? Ja, dat kan die. Maar die eerste paal wordt hij dan net gered door Willem Reuter. Die lage harde schuiven. Met een vroege voorzet komt daar. Oh, waar de Haan even niet op bedacht. Het wordt namelijk geen voorzet, maar een bal richting de eerste paal, richting het doel. Go Ahead Eagles wint hier. Verrassend in Tilburg met 0-1 van Willem II. Door het doelpunt van Boyd Lucassen vlak na de T. Prachtige 3 punten dus in Tilburg. Waarna de oostelijke derby tegen FC Twente op het schema staat op 5 december 2021. Wederom zonder publiek. Maar wel eerst op voorsprong. Isaac Liedberg, Liedberg met de kans. Liedberg door de benen, lukt niet. Omdat Oenerstal net op tijd zijn billenpartij omlaag ging. Moeilijke aanname, flap. Oh, wat een redding. De lat over het doel heen. Liedberg diepsturend aan de linkerkant. Die gaat dan lopen. Ja, wat snelheid heeft hij. Ja. Krijgt hem dan mee. Liedberg aan de linkerkant. De strafschopgebied. Die Cordoba zegt hier. Cordoba. Oh, die man op de paal. Doepen. Zowel spelers in het zwart als in het groot geel. Met de bal door Oenerstal half verlengd met 1 vuist. En daarachterin staat Cordoba die de bal volleyt in de voor hem verre hoek. Bal zeilt heerlijk in de zijnet. Nu beweging richting eerste en tweede paal. De bal in het midden moet lengen naar de loop. Oh, daar wordt hij binnengekopt door Rick van Wolfswinkel. Dat is een echte spits. De hele wedstrijd onzichtbaar. En dan wordt Twente nu in het stadsgebied van Go Ahead Eagles is. Flap daar een medespeler zoekt. Komt de afvallende bal tot. Oh, nee! Een goal van Zirouki. Nee. Afvallende bal komt voor Ramis Larbi Zirouki. En de Amsterdammer tovert die bal in die de kruising. Die maakt laatst ook al zo'n goal. Allemachtig. Teleurstellende nederlaag dan in eigen huis tegen Twente werd opgevolgd door het uitduel op 11 december in de Domstad tegen FC Utrecht. Ja, maar dus Rommers die bal in gaat draaien. En dan wordt die bal eigenlijk niet geraakt door... wie was dat zo snel? Even kijken, Itzes. Ja, die raakt die bal niet. Als hij de bal wel raakt, kan hij de bal vrij inkoppen. Maar dan gebeurt dan niet die bal door FC Utrecht. Kan nog een keer worden ingebracht door Bakker. Dan kan hij worden verlengd door Kramer, die er nog stond. En die kan Doelman Ulsleger die bal maar net over de lat tikken. Dat was de beste kans voor Go Ahead. En daar hebben we... De Utrecht eruit komen. Weer Ramselaar in de as van het veld. Dalmauer inspelen alweer de helft. Maar dreigend naar de doel toe. Dan maar 2 man voorbij. En de kluts nog mee. Daar komt een afvallende bal. En de schot wordt gekeerd door Warner Haan. Afvallende bal was voor Ramselaar. Nu komt hij voor zijn gevallen met Malauwe. Op de kruising. En dan opnieuw ingekopt daar bij Utrecht. Door Malaye. Maar zo in.
kleine handen van Warnahaar komt Go Ahead Eagles daar fantastisch weg. Omdat het is gebeurd. Joey Coy fluit voor het einde van de wedstrijd. En Go Ahead Eagles sleept hier daadwerkelijk een punt uit het vuur in de Domstad. Goed georganiseerd gespeeld. Daardoor nauwelijks wat weggegeven. Zelf ook nauwelijks wat gecreëerd. En het zal geen wedstrijd zijn met een samenvatting van 10 minuten. Maar wel een wedstrijd waar één punt wordt meegenomen naar Deventer. En dat is wat telt. Thuisduel tegen Roda JC, de eerste divisionist, op 15 december voor de tweede ronde van de KNVB-beker werd met 2-0 gewonnen. Waardoor in de volgende ronde, eigenlijk de achtste finale al op 18 januari, het uitduel tegen Heerenveen op de planning staat. Twee duels dan nog voor de winterstop. Thuisduel tegen NEC, ook zonder publiek, was ook weer te merken. Op 19 december werd met 0-2 verloren. En Go Ahead Eagles speelde het uitduel in Eindhoven, ook voor een leeg stadion natuurlijk. En verloren met 2-0 in het Philipsstadion. Waardoor Go Ahead Eagles na 18 duels op een 11e plaats bivakkeert. Een 11e plaats met 21 punten uit 18 wedstrijden. En dat doet het vlak onder Heerenveen, die 10e staat. Die 4 puntjes daarboven. En naar beneden kijkend FC Groningen, Heracles, Willem II en RKC. En op plek 16 Sparta Rotterdam. 18 duels gespeeld, 13 punten. Fortuna ook 13 punten. En PEC Zwolle troosteloos met 6 punten onderaan. Dus de afstand tussen nummer 16, Sparta Rotterdam, die recht geeft aan het einde van het seizoen op play-offs voor promotiedegradatie. Die afstand is op dit moment nog 8 punten. Dus nog 16 finales te gaan voor Go Ahead Eagles om lijfsbehoud te realiseren. En dat zal dan moeten gebeuren zonder Kees van Wonderen het volgende seizoen. Mochten ze lijfsbehoud realiseren, zal de Eredivisie ingaan met een andere trainer. Kees van Wonderen heeft namelijk vlak voor de kerst aangegeven geen heil meer te zien in Go Ahead Eagles. Ik was al een maand lang in overleg met Alex Kroes en Paul Bosveld. En wilde wat meer zekerheid ook voor zijn carrière. Wat meer zekerheid voor de toekomst. En klaarblijkelijk heeft de club dat niet kunnen bieden. En heeft Van Wonderen besloten te kiezen voor een uitdaging elders. Waar dat zal zijn, de tijd zal het leren. Maar goed, Go Ahead Eagles dus een uitstekende eerste seizoen. Zelfs boven verwachting. Een andere promovendus, NEC, staat bijvoorbeeld 9e. Cambuur, Leeuwarden, de kampioen van de eerste divisie van vorig jaar, staat zelfs 8e. Dus de 3 promovendi doen het verrassend goed. Met een 8e, 9e en Go Ahead Eagles een 11e plek. 21 punten uit 18 duels. 19 goals voor en 29 tegen. Kijken wat de tweede seizoenshelft gaat brengen voor de club uit Deventer. Tweede seizoenshelft die geopend zal worden op 15 januari... met het thuisduel tegen RKC Waalwijk. Gevolgd door de 8e finale van de beker. Uitwedstrijd tegen Heerenveen op 18 januari. Dan het duel in Almelo op 23 januari als Go Ahead Eagles naar Heracles gaat. Wederom een uitduel. FC Groningen is dan, de tegenstander op 6 februari... En dan is volgende thuiswedstrijd weer op 12 februari. Hopelijk met publiek, want dat maakt zo'n enorm verschil. Dan is AZ uit Alkmaar te gast in de Deventer Adelaarshorst. Tot zover het terugblik. Het terugblik op die legendarische wedstrijden Woudestein bij Excelsior. En gaandeweg het seizoen. De heroïsche momenten, met name in de eigen Adelaarshorst. Die ontplofte voor bijvoorbeeld dat duel tegen PEC Zwolle. Die derby tegen Heracles, die alleen met 4-2 werd gewonnen. En een 3-1 achterstand die weggewerkt werd tegen Fortuna Sittard in eigen huis. En niet te vergeten de 0-0 winst in de Amsterdam Arena. Genoeg hebben we beleefd deze eerste seizoenshelft. En we kijken met z'n allen weer uit, rijkhalzend, naar wat er gaat gebeuren na januari.